Geen bijen, geen voedsel. Weet jij alles van de bloemetjes en de bijtjes? Wereldwijd worden bijen bedreigd door het massale gebruik van landbouwgif. En als bijen uitsterven, heeft dat rampzalige gevolgen voor de natuur en voor de productie van ons voedsel. Maar er is groeiend verzet. Alle Europeanen hebben de mogelijkheid om iets op de politieke agenda te zetten door middel van een Europees burgerinitiatief. En 1 miljoen mensen zijn in actie gekomen voor het burgerinitiatief Red Bijen en Boeren. Zij willen een verbod op het gebruik van landbouwgif, herstel van natuur en biodiversiteit en het helpen van boeren om om te schakelen naar kleinschalige, duurzame landbouw zonder gif. De Partij voor de Dieren zal samen met de LEFT in het Europees Parlement ervoor zorgen dat deze punten worden opgenomen in de nieuwe wetgeving. Red de bijen en red de boeren. Geen bijen, geen voedsel.